origami. Kennen jullie dat? Origami? Al deze materialen van deze lamp heb ik eigenlijk gewoon in mijn kast liggen. Is het niet mogelijk om deze lampen zelf te maken? Het puntje van een schaar. Nou is dit natuurlijk nog niet een volledige lamp. Oh, wauw. Welkom bij weer een nieuwe tutorial. Vandaag heb ik toch weer een spectaculair plan in petto. Ik ga vandaag iets nieuws doen. En dan zou je denken, met 164 video's heb jij nog dingen die je nog nooit gedaan hebt? Absoluut. En dit is er één van. Oh, ik heb jeuk op mijn voorhoofd van dit hoedje. Maar we gaan hem niet afdoen, want ik heb mijn haar niet gewassen. Ik kwam namelijk weer een website tegen met fantastische lampen. Moet je nou zien. Wat een prachtige parels zijn dit allemaal. Maar ja, er hangen ook parels van prijzen aan natuurlijk. Dus toen dacht deze trash queen, al deze materialen van deze lamp heb ik eigenlijk gewoon in mijn kast liggen. Is het niet mogelijk om deze lampen zelf te maken? Ik heb mij deze week volledig ondergedompeld in de kunsten van origami. Kennen jullie dat? Origami? Dat is een Japanse vouwkunst. De lamp die ik vandaag wil gaan maken is iets anders dan de lamp op de website. Ik heb namelijk weer een plan in mijn hoofd. Ik weet precies hoe ik wil dat mijn lamp eruit moet komen te zien. Alleen is het dan natuurlijk vrij moeilijk om dat dan ook nog in origami te maken. Maar zoals ik al zei, heb ik me deze week verdiept in de origami kunsten. En ben ik tot een ontwerp gekomen die, als het goed is, precies de lamp zou moeten worden die ik in mijn hoofd heb. En aangezien ik het al voor jullie heb uitgevogeld, kunnen jullie het gewoon lekker nadoen. Dus pak je vel papier en vouw lekker mee. Wat we hier vandaag allemaal voor nodig hebben is allereerst papier. En dan in het formaat A3. Een geodriehoek of lineaal. Potloodje. Een schaar, paperclips en lijm. Om deze lamp te kunnen maken heb ik in totaal 3 A3 vellen nodig. En deze vellen vouw ik allemaal op dezelfde manier. De eerste stap is om je vel te gaan verdelen in gelijke stroken. En daarvoor vouw ik mijn blad naar binnen en dat doe ik over de lange kant. Je kan de vouwen altijd wat scherper maken door er even met je geodriehoek overheen te wrijven. Nu we de eerste vouw hebben gezet, kunnen we de volgende vouwen gaan zetten. En zoals ik al zei, gaan we het vel papier verdelen in gelijke stroken. En dat doe ik door mijn vel elke keer opnieuw naar de lijn te vouwen die ik net gezet heb. En met de bovenkant van mijn vel doe ik precies hetzelfde. Dus ook weer naar de middelste lijn. Deze kan je ook weer even strak maken met je geodriehoek. En nu kan je zien dat ik het blad al heb verdeeld in 4 gelijke stroken. Maar dit moeten nog meer stroken worden. Dus we gaan eigenlijk op dezelfde manier door. Dus ik vouw weer de onderkant van mijn blad naar de nieuwe lijn die ik net gevouwen heb. Om de volgende rij te vouwen vind ik het altijd handig om mijn papier ook alvast als een soort trappetje in elkaar te laten vallen. Dus ik leg hem even zoals die straks eigenlijk ook moet komen. En dan kan ik die rand makkelijker omvouwen. Eigenlijk zijn we dus bezig met een waaier vouwen en inmiddels hebben we al 8 gelijke stroken, maar dit moeten er 16 worden. Dus we gaan nog één keer precies hetzelfde doen door elke keer de strook naar de nieuwe vouw te vouwen. Gebruik ook tussendoor je liniaal weer om de randjes extra scherp te vouwen. We hebben ons vel in 16 stroken verdeeld en nu is het tijd voor de volgende stap. En deze was nog redelijk goed te doen, hè? Waaier vouwen, dat moet nog wel lukken. Maar de volgende wordt iets moeilijker, want we gaan namelijk een soort driehoekjes vouwen. Voordat we de driehoekjes gaan vouwen, maak ik eerst mijn vel eigenlijk weer een beetje plat. En ik pak mijn geodriehoek erbij, want ik ga namelijk de volgende punten markeren. Allereerst ga ik om de strook 9 centimeter aangeven op het papier. Dus ik leg mijn geodriehoek op 9 centimeter. Pak even een potloodje en ik zet aan het eerste puntje een markeringsstreepje. Dan sla ik één vouw over en zet ik weer een puntje. En dat blijf ik herhalen. Dus ik sla weer een vouw over, dan zet ik een puntje op 9 centimeter. Ik sla een vouw over en ik zet weer een puntje. En zo ga ik de hele rij af. Dan meet ik met mijn liniaal 13 centimeter vanaf onder en zet ik op de vouwlijn die ik net niet gemarkeerd heb een puntje. Dan sla ik de vouwlijn over waar ik net mijn 9 centimeter op afgetekend heb. En ga ik door naar de vouwlijn waar ik nog niks had staan. En daar teken ik weer 13 centimeter af. En dit herhaal ik over de hele rij. De puntjes die je net hebt gezet, die kan je als het goed is verbinden als een soort driehoekjes. En dat kan je tekenen met een potloodje. Maar ik gebruik daarvoor het puntje van mijn schaar. Daarmee kras ik heel licht in mijn papier. En eigenlijk maak ik dan al een soort van vouwlijn. Dus ik leg mijn geodriehoek van het puntje van 9 centimeter naar het puntje van 13 centimeter. En trek met mijn schaar een lichte lijn. Het moet dus niet zo diep zijn dat je meteen door het hele papier snijdt, maar je mag het wel echt zien. En dit blijf ik herhalen. En zoals je ziet, krijg je dan echt een soort zigzaglijn. De driehoeken die we nu gemarkeerd hebben op ons vel papier, die gaan er straks voor zorgen dat onze lamp een soort van knikje kan maken. En het leuke lijkt me als mijn lamp de vorm krijgt van een soort standaard, dan naar buiten gaat en dan weer naar binnen gaat. Dus daarvoor heb ik 2 punten nodig waar mijn lamp een knik maakt. En daarom ga ik de volgende rij driehoeken ook vast aangeven op mijn vel papier. Daarvoor pak ik weer mijn geodriehoek erbij en teken ik vanaf het bovenste puntje van mijn driehoek 15
15 centimeter omhoog. En daar zet ik weer een markeringspunt. En dit herhaal ik weer over alle rijen. Dan gaan we de tweede rij markeringspuntjes toevoegen om er weer driehoekjes van te kunnen maken. En daarvoor zet ik puntjes 3 centimeter naar beneden onder de lijn die we net gemaakt hebben. Dus ik leg mijn geodriehoek op de puntjes die we net gemarkeerd hebben. En daarvan teken ik 3 centimeter naar beneden op de vouwlijnen die we nog niet gemarkeerd hadden. En net zoals net pak ik weer mijn schaar erbij en ga ik deze puntjes verbinden totdat je weer haaientanden krijgt. Dus van het bovenste puntje trek ik weer een lijntje naar het onderste puntje. Daarna ook weer de andere kant op. Nu we onze markeringspunten hebben gezet, kunnen we gaan vouwen. En nu wordt het ingewikkeld, dus let goed op. Ik leg mijn vel even overdwars neer. We gaan beginnen met het vouwen van de eerste hoekjes. En eigenlijk vouwen we het blad weer op als een waaier, zoals net. Maar doordat we deze hoekjes erin hebben gemaakt, kunnen we de waaier net iets anders maken. En daar bedoel ik mee dat als ik deze lijn naar boven vouw, dan kan ik deze lijn naar beneden vouwen. En normaal gesproken kan dat dus niet, maar omdat ik hier nu sneetjes in heb gemaakt, kan dat wel. En hoe we daar nou toe komen, is door te beginnen bij de zigzaglijn die ik net gemaakt heb. Dus ik ga beginnen met het eerste streepje van mijn haaientand. En daarvoor vouw ik eigenlijk mijn blad in de richting die ik gesneden heb. Op deze manier. En als ik mijn blad dan optil, dan wil eigenlijk deze kant al naar boven vouwen. Dus die vouw ik terug. Dan zijn we hier aangekomen bij het volgende diagonale hoekje. En eigenlijk doe ik precies weer hetzelfde. Dus ik vouw mijn blad eerst weer mee met die lijn. En dan zie ik dus dat deze mooi naar binnen vouwt. En dan komen we weer bij de volgende zigzaglijn. Die loopt weer naar boven. Dus ik vouw mijn blad weer mee omhoog. En dan kan ik hem hier weer mooi aansluitend vouwen. Ik vouw de rand om. Kom ik weer bij mijn volgende zigzaglijn. En die vouwt weer die kant op. Dus ik vouw mijn blad weer mee. Kan ik deze weer mooi aansluiten. Vouw ik hem om, net als mijn waaier. Dan ben ik weer bij het volgende haaientandje. En dan vouw ik mijn blad weer die kant op. Dus eigenlijk zijn we nog steeds een waaier aan het vouwen. Maar dan elke keer een beetje schuin. En doordat ik dus sneetjes heb gemaakt in die haaientanden, vouwt het heel makkelijk mee. Dus hoeft het helemaal niet zo heel erg ingewikkeld te zijn. Dan vouw ik deze kant ook weer om. Ben ik weer bij mijn volgende haaientandje. En die gaat zo. Zo. En nou, op deze manier vouw je de hele tijd door. Nou, dit is dus het eerste wat we gevouwen hebben. Dus zoals je kan zien, als ik het nu echt weer een beetje uit elkaar trek, zie je dus wat ik bedoel. Dus dit was eerst natuurlijk één vouwlijn. En nu zie je dus dat de vouwlijn hier naar binnen vouwt en hier naar buiten. En dat komt dus doordat we elke keer hier een zigzag vouwen. En daardoor krijgt het blad ruimte om omhoog te vouwen. Dit is dus nu de onderkant van de lamp, maar we hadden hier nog een rij aangegeven met stippellijntjes. Dus daar gaan we nog een keer hetzelfde doen als wat we aan deze kant hebben gedaan. Als het je is gelukt om je blad te vouwen, dan ziet het er dus uiteindelijk zo uit. En kan je zien dat er dus echt een knik in zit. Nou is dit natuurlijk nog niet een volledige lamp, dus ik ga nog 2 keer precies hetzelfde vouwen. En als je er dan 3 hebt, dan kan je ze aan elkaar vast gaan maken. En daarvoor gebruik ik even een beetje lijm. En ik leg eigenlijk precies de lamp in elkaar op de vouwen, zoals ik ze bij de andere kant ook heb gedaan. Dus ik ga hem echt precies in elkaar laten versmelten. Dus ik doe even aan 1 kant een beetje lijm. Zo. Dan maak ik de uiteindes nog even vast met een paperclip, zodat het even de tijd heeft om goed aan elkaar vast te lijmen. En als je er 1 lange harmonica van hebt gemaakt, dan kan je natuurlijk de laatste punten ook nog aan elkaar vastlijmen. Zo. Die ook tussendoor even vastzetten met een veiligheidsspeldje. En daar is die dan! De lampenkap! Kijk, wat is die leuk, hè? Hij staat al helemaal van zichzelf. Maar zonder lamp is het natuurlijk nog een beetje saai. Nou heb ik zelf nog een kleurenlampje. Dit is eigenlijk een lampje die je zo neer kan zetten. En dan kan die een leuk kleurtje krijgen. Doet hij het nog? Het lampje is altijd een beetje kapot. Oh ja. Dit is dus eigenlijk een heel gezellig sfeerlampje voor wat extra kleur. Maar ik wil natuurlijk eigenlijk dat hij recht naar boven schijnt. Dus ik heb hier even een rol schilderstape. En ik haal even het stekketje uit mijn lamp. En dan doe ik die aan de onderkant er weer in, zodat mijn lampje kan blijven staan. Zo. En dan het moment van de waarheid. Oh. Oh, wauw. Wacht, ik zet even wat lampen uit. Dan kan je het goed zien. Oh, wat is die vet, hé. Oh, dit ziet er wel echt heel feestelijk uit, doordat je hem ook een kleur kan geven. Dat is wel heel fun. Oh ja, kijk, dit is een oranje. Oh, zo is het ook een leuk lampionnetje. Ja! Yeah!
Oh, wat vet dit, hé. Ik ben echt zo blij met deze lamp. Dat dit gewoon uit mijn origami vingertjes is gekomen. Ik wist niet dat ik het in me had, maar het is me toch gelukt. Ik heb er natuurlijk voor gekozen om mijn lampenkap op een gekleurd lampje te zetten. Maar dit hoeft eigenlijk niet. Je kan het bij wijze van spreken op een fietslampje zetten of een ander lampje op batterijen. Het gaat erom dat als er een lichtbronnetje in zit, dat het papier al een hele mooie kleur door laat schijnen. En dat kan er natuurlijk ook voor zorgen dat je lamp maar een paar centen hoeft te kosten. Ik hoop natuurlijk dat jullie dit ook een enorm leuke lamp vinden. En als dat nou zo is, like het dan even. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. En volgende week ben ik er gewoon weer.